Ben je een aanbieder dualeren? Dan wil je natuurlijk leerlingen inschrijven, zodat je aanbieder kan blijven. In deze presentatie kom je te weten hoe het zit met administratieve groepsnummers, het niet-bindend advies over arbeidsrijpheid en bereidheid en de toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden bij duale opleidingen. Elke duale opleiding heeft per aanbieder een apart administratief groepsnummer, oftewel AG, per leerjaar en per organisatievorm. In het proefproject was dit nog niet voor elke aanbieder of elk standaardrijk het geval. Het is belangrijk om hier aandacht aan te schenken bij de inschrijving van leerlingen. Ook wanneer men bijvoorbeeld van organisatievorm zou veranderen, dan moet men de leerling in een andere AG inschrijven. Of in het geval van een voltijdse school en een samenhangend CDO, bepaalt de AG waar de opleiding effectief wordt ingericht en dus ook welke instellingsnaam er op het studiebewijs verschijnt. Ook al wordt duaal als graadsopleiding gezien indien het gaat om een tweejarige opleiding, toch heeft elk leerjaar zijn eigen AG. Deze keuze voor aparte AG's per leerjaar heeft vooral te maken met het vak levensbeschouwing in de voltijdse scholen, maar ook met andere technische aanpassingen die we moesten doen. Duaal leren moet immers ingepast worden in de bestaande structuur van programma's zoals Discimus en Mainframe, en dat is niet altijd zo evident. Maar de opsplitsing heeft op zijn beurt ook enkel andere gevolgen. Zo kunnen bijvoorbeeld onderwijskwalificaties, en daarmee bedoelen we specifiek de diploma's en de studiegetuigschriften, enkel in de AG's van het laatste jaar uitgereikt worden. Alle bestaande AG's zijn terug te vinden in bijlage 1 van de omzendbrief. Bijlage 1 wordt jaarlijks aangevuld met de bijkomende standaardrechten. Zo werden voor het komende schooljaar ook de administratieve groepsnummers van de ondertussen inhoudelijk uitgewerkte aanloopstructuuronderdelen toegevoegd. Voor elk aanloopstructuuronderdeel is er één AG per aanbieder, ongeacht de organisatievorm. Kleine kanttekening bij deze aanloopstructuuronderdelen. Heb je op de teldag van 1 oktober nog geen enkele leerling in een specifiek duaal standaardtraject ingeschreven? En wil je na 1 oktober toch een leerling inschrijven in het aanloopstructuuronderdeel van dat standaardtraject? Dan mag dit volgens de regelgeving. Maar Discimus zal onterecht een foutmelding geven. Dit is een technische aanpassing die we niet tijdig konden oplossen. Neem in dat geval even contact op met je verificateur of dossierbeheerder. Hun gegevens vind je op een dienstbrief die je via Mijn Onderwijs ontvangt. Hij of zij zal eerst even nagaan of er een goedkeuring tot programmatie was en zal nadien de nodige rechtzettingen doen waardoor de inschrijving toch doorgestuurd kan worden. Verdere terechte inschrijvingen voor dat standaardtraject zouden nadien geen problemen mogen opleveren. Een eerste toelatingsvoorwaarde is de leeftijd. Een leerling moet voldoen aan de voltijdse leerplicht. Dat wil zeggen, of 16 jaar zijn, of minstens 15 jaar zijn en 2 leerjaren voltijds secundair onderwijs gevolgd te hebben. Voor deze leerjaren hoeft men niet geslaagd te zijn. Daarnaast kan men maximum 25 jaar zijn of 23 jaar in het buitengewoon onderwijs. Sensei-opleidingen en specialisatiejaren kennen geen maximumleeftijd. Een tweede voorwaarde voor duaal leren is het arbeidsrijp of minstens arbeidsbereid zijn van een leerling. Leerlingen krijgen hierover van de klasraad een niet-bindend advies. Dit is echter geen verplichte toelatingsvoorwaarde. Bijvoorbeeld, voor iemand die wilt instromen vanuit een ASO-opleiding, is het advies op vraag. Maar als hij of zij het advies niet krijgt of niet vraagt aan zijn school, dan kan de leerling toch nog altijd inschrijven. Enkel voor zijinstromers is er wel vastgelegd dat zij een advies moeten krijgen van of de VDAB of het OCMW. Voor hen is dit dus wel een toelatingsvoorwaarde, maar op dit niet-bindend advies kom ik later nog terug. Voor de interpretatie van toelatingsvoorwaarden zijn nog enkele opmerkingen van belang. Duale opleidingen worden als voltijds secundair onderwijs beschouwd. En dus zijn de algemene toelatingsvoorwaarden van het voltijds secundair onderwijs niet duaal, grotendeels ook van toepassing op duaal. Voor het BUZO betekent dit bijvoorbeeld dat ook de bijkomende leeftijdsvoorwaarden en het beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs gelden.
Duale opleidingen worden, ik zeg het nog eens, als voltijds secundair onderwijs beschouwd. En in aanvulling daarop voor de toelating en overgang van en naar niet-duale opleidingen, beschouwen we de duale opleiding als een andere studierichting uit hetzelfde studiegebied dan eventuele niet-duale tegenhangers die er zijn. Bijvoorbeeld de niet-duale opleiding haarzorg en zijn tegenhanger haarverzorging duaal zijn twee opleidingen in het studiegebied lichaamsverzorging. In het deeltijdsberoep secundair onderwijs en leertijd wordt niet gewerkt met studiegebieden. Als in de toelatingsvoorwaarden van de omzendbrief wordt verwezen naar studiegebied, kunnen de CDO's en Sintra's dit als volgt interpreteren, namelijk opleidingen die verwant zijn met het studiegebied van de duale opleiding, bijvoorbeeld kapper en haarverzorging duaal. Voor de algemene toelatings- en overgangsvoorwaarden kijk je dus best naar het standaardtraject en de omzendbrief, enerzijds voor het gewoon secundair onderwijs en anderzijds voor het buitengewoon secundair onderwijs over de toelatingsvoorwaarden. Enkele zaken die ik nog wil toelichten. Wie kan instromen in het tweede leerjaar van een duale opleiding? Het samenleggen van de verschillende regelgeving doet ons het volgende besluiten. Eerst en vooral leerlingen met een ARL, een attest regelmatige lesbijwoning, uitgereikt op 30 juni uit de aanloopfase of uit het eerste jaar van een graad duaal, kunnen van rechtswege instromen in het tweede jaar. Ook leerlingen met een beroepskwalificatie of een deelkwalificatie, uitgereikt op 30 juni, kunnen instromen in het tweede jaar. Deze kwalificaties heb je immers uitgereikt omdat de leerling aangaf te willen stoppen, maar bijvoorbeeld in de zomervakantie besluit van in september toch opnieuw verder te doen. Zoals je kan zien in het standaardtraject, leerlingen met een oriënteringsattest A of in bepaalde gevallen oriënteringsattest B kunnen na het eerste jaar van een niet-duale opleiding instromen in het tweede jaar van een duale opleiding. Andere leerlingen starten eigenlijk altijd in het eerste jaar. In de praktijk kan je als school wel gerust verder werken aan de eindtermen en de doelen op het tempo van de leerling, al is die administratief nog ingeschreven in een bepaalde AG overeenkomstig met het eerste jaar. Indien gewenst, kan na de overgang naar het tweede jaar van de graad de leerling vroegtijdig afstuderen, indien zijn vorderingen dit toelaten natuurlijk. Daarnaast kunnen ook zijnstromers, leerlingen vanuit BUZO of I1, 2 en 3 of leerlingen vanuit niet-Nederlandstalig onderwijs met een klasraadbeslissing toegelaten worden, maar op deze doelgroepen kom ik binnen enkele slides nog eens terug. Wanneer kan men overzitten? In een duale opleiding kan overzitten enkel na het volledig doorlopen van de opleiding. Met andere woorden, in een tweejarige opleiding kan men enkel overzitten na het tweede jaar. En natuurlijk volgens de geldende regels wat betreft overzitten in het voltijds secundair onderwijs. Je kan bijvoorbeeld niet overzitten in dezelfde opleiding als je de onderwijskwalificatie hebt behaald. Een leerling kan wel overgaan naar de volgende graad in modulaire duale opleidingen op basis van onderliggende beroeps- en of deelkwalificaties. In het standaardtraject is bepaald in welke gevallen dit kan en op basis van welke kwalificaties of certificaten uit het stelsel leren en werken. In opleidingsvorm 3 heeft een leerling geen toelating tot de integratiefase van de identieke duale of nauw verwante niet-duale opleiding bij het behalen van het getuigschrift of bewijs van beroepskwalificatie. Met andere woorden, wanneer de leerling de maximale studiebekrachtiging heeft behaald na de kwalificatiefase, dan mag die niet doorstromen naar de integratiefase van dezelfde opleiding. Wat wel mogelijk is binnen BUZO opleidingsvorm 3 sinds 1 september 2019, is om bijkomende kwalificaties te behalen, mits toestemming van de klasraad. Dus een leerling kan na bijvoorbeeld het behalen van het getuigschrift medewerker groen en tuinbeheer duaal ook de opleiding assistent plantaardige productie duaal volgen, mits een gunstige toelatingsklasraad. Moest je nu merken bij de registratie in Tiscumus dat in bepaalde gevallen een leerling volgens het systeem toch niet kan ingeschreven worden en
je denkt zelf dat dit wel kan volgens de geldende toelatingsvoorwaarden, neem dan even contact op met je verificateur. Hij of zij kan dan helpen bepalen of deze leerling toch toegelaten mag worden en kan dit dan rechtzetten. Naast de algemene toelatingsvoorwaarden zijn er ook een aantal duale opleidingen met bijkomende toelatingsvoorwaarden. Is dit het geval, dan zullen deze bijkomende toelatingsvoorwaarden ook opgenomen zijn in het standaardtraject. Ik probeer een aantal categorieën te schetsen. Een aantal duale opleidingen vereisen een medisch geschiktheidsattest, namelijk de binnenvaart en beperkte kustvaart, bouwplaatsmachinist duaal, daktimmerman enzovoort. Bij kinderbegeleider duaal is het bijvoorbeeld nodig dat de leerling een bewijs van goed gedrag en zeden of van onberispelijk gedrag, het voormalige bewijs van goed gedrag en zeden, kan voorleggen. Opnieuw bij kinderbegeleiding moet de leerling bijvoorbeeld 18 jaar zijn of worden in het schooljaar waarin de duale opleiding aanvangt. En dan zijn er nog een aantal duale opleidingen met specifieke bijkomende toelatingsvoorwaarden. Ik denk bijvoorbeeld aan een fytoattest voor tuinaanlegger, groenbeheerder. Het kunnen instromen in zorgkundige kan enkel wanneer je uit het studiegebied personenzorg komt, enzovoort. Tot 1 november kunnen leerlingen zich van rechtswege inschrijven in een duale opleiding. Nadien kan het enkel nog met een toelatingsklasseraad. Dan zijn er nog een aantal groepen leerlingen die zich kunnen inschrijven, maar waarbij er ook een gunstige beslissing van de klasseraad moet zijn. Dat zijn in de eerste plaats de zijnstromers. Onder zijnstromers verstaan we leerlingen die hun schoolloopbaan effectief gedurende een bepaalde periode onderbroken hebben en die zich nadien, na die onderbreking, toch opnieuw in het voltijds onderwijs inschrijven. Zij hebben een toelatingsklasseraad nodig, maar zoals ik in het begin ook zei, zij hebben ook het verplicht niet-bindend advies nodig dat in hun geval door de VDAB of het OCMW wordt uitgereikt. Leerlingen die uit het buitengewoon secundair onderwijs komen, OV 1, 2 en 3 bedoelen we dan, die in het gewoon secundair onderwijs willen inschrijven, die hebben ook een gunstige beslissing van de klasseraad nodig. En daarnaast is het ook belangrijk om te onthouden dat leerlingen met een verslag die inschrijven in het gewoon secundair onderwijs, dat dit ook een inschrijving onder ontbindende voorwaarden is, waarbij de school de afweging moet maken of al dan niet het gemeenschappelijk curriculum of een IAC wordt gevolgd, en of de inschrijving gerealiseerd wordt. Leerlingen die uit het buitenland komen, bijvoorbeeld anderstalige leerlingen, ook daar is een gunstige beslissing van de klasraad noodzakelijk. Om ingeschreven te kunnen blijven als regelmatige leerling, heeft de leerling een werkplekovereenkomst nodig. Anders moet de leerling uitgeschreven worden. Elke leerling heeft 20 opleidingsdagen per schooljaar om een overeenkomst af te sluiten. Hierbij is het de opmaakdatum die geldt en niet de startdatum van het eigenlijke werkplek leren. Concreet, een leerling die op 1 september startte, heeft 4 weken de tijd om een werkovereenkomst af te sluiten. Sluit de leerling zijn overeenkomst af na 5 dagen, dan blijven er nog 15 dagen over in zijn rugzakje van 20 opleidingsdagen. Ook al gaat de leerling eerst 2 maanden les volgen op school en vangt het werkplek leren aan in november, dan nog is voldaan aan de voorwaarden, want de overeenkomst is opgemaakt binnen de 20 opleidingsdagen. Stel nu dat de overeenkomst in de loop van het schooljaar, bijvoorbeeld in februari, om een of andere reden wordt stopgezet, dan heeft de leerling nog 15 dagen of eigenlijk 3 weken de tijd om een nieuwe werkplek te vinden. Deze periode van 20 opleidingsdagen kan in een aantal gevallen ook verlengd worden. De eerste uitzondering is wanneer de leerling gewettigd afwezig is. Deze dagen van gewettigde afwezigheid, die met afwezigheidscode Z in plaats van de code M worden geregistreerd, tellen niet mee. Ook in het geval dat de onderneming nog een erkenning moet aanvragen, wordt deze periode verlengd met het aantal opleidingsdagen waarin de erkenningsprocedure van de onderneming nog lopende is. De aanvraag moet dus effectief ingediend zijn. Tot slot kan ook de trajectbegeleider deze periode van 20 opleidingsdagen verlengen, op basis van de geleverde inspanningen en de specifieke context.
In het gewoon secundair onderwijs kan de periode met 20 dagen verlengd worden, in het buitengewoon met 40 dagen. Dat maakt dus eigenlijk in totaal 40 opleidingsdagen voor het gewoon secundair onderwijs en 60 opleidingsdagen voor het buitengewoon secundair onderwijs. Maak hier natuurlijk enkel gebruik van als je gelooft dat er een werkplek gevonden kan worden. Dit systeem van verlengingen op de 20 opleidingsdagen en het rugzakje van opleidingsdagen is toch wel een verschil ten opzichte van het proefproject. In de presentatie Duaal leren op school en leren op een werkplek komt de werkplekovereenkomst ook aan bod. En daar wordt er dieper ingegaan op welke soorten er zijn, wanneer de M-code en andere afwezigheidscodes precies geregistreerd moeten worden, de vakantieregeling enzovoort. Het niet-bindend advies arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid. Ik zet alles nog eens even op een rijtje voor u. Elke leerling zou dit advies moeten hebben bij de instap in duaal leren. Maar het is geen verplichte toelatingsvoorwaarde, met uitzondering voor de zijnstromers. Het advies kan ook niet gebruikt worden om een leerling de toegang tot een duale opleiding te ontzeggen, in geval het bijvoorbeeld een negatief advies zou zijn. Uit het proefproject is immers gebleken dat leerlingen voor wie men duaal minder geschikt vond, soms uitblonken in de opleiding, maar ook omgekeerd dat voor een ideale duale kandidaat nadien duaal toch niet zo ideaal bleek. Toch is het advies belangrijk omdat het de leerling kan helpen zich te oriënteren. Leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs en uit opleidingsvorm 4, die uit opleidingen met een dubbele of arbeidsmarktfinaliteit komen, die geef je het advies via een oriënteringsattest. Of, indien ze van een andere school komen, dan hebben ze het advies via een oriënteringsattest van de andere school gekregen. Leerlingen uit een opleiding met doorstroomfinaliteit, die krijgen het advies enkel op vraag. Leerlingen in opleidingsvorm 3, daar kan de BUZO-school zelf een formulier voor opmaken. Heb je als BUZO-school vragen over hoe dit formulier er kan uitzien? Neem dan eens een kijkje naar de opmaak van het oriënteringsattest. Dat geeft u vast inspiratie. Zijnstromers die krijgen dan weer hun advies via het OCMW of de VDAB. Heb je vragen? Neem een kijkje in omzendbrief SO 2019-01 of neem contact op met je verificateur. Ook bij mezelf, Christel Plekker, of bij collega Mark van de Meersche kan je terecht. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.